Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering Maastricht Belicht. We schrijven vrijdag 15 maart met vandaag. De Boekenweek gaat van start dit weekend. En daaromheen organiseert Centre Céramique van alles. Straks meer daarover. En verder, Miss Baksel bakt de beste bruidstaarten van Nederland. Als we de Top Trouwbedrijven Awards moeten geloven. Marjolein van Bussel is straks hier en heeft wat lekkers meegenomen. Maar eerst, Extinction Rebellion liet de afgelopen week van zich horen tijdens de TFAF. De klimaatactivisten demonstreerden dit keer tegen de vele privéjets, waarin diverse bezoekers van de kunstbeurs deze kant op kwamen. Aan tafel Paul Sprangers en Erik Steens namens de actiegroep. Heren, welkom. Meneer Sprangers, om met u te beginnen. Waarom de privéjets? Waarom was dit een hot topic afgelopen week? Omdat de privéjets extreem veel vervuilen. Ze zijn voor de superrijken. Ze vervuilen veel meer per persoon dan mensen die met een gangbare lijnvlucht ergens naartoe gaan. Mm-hmm. En heeft het de actie, hè, want jullie hebben je voornamelijk afgelopen zaterdag laten horen, hè, op het vliegveld, maar ook bij de ingang van de TFAF. Heeft zo'n actie uiteindelijk dan op korte termijn al resultaat dat jullie reactie krijgen van een vliegveld bijvoorbeeld? Op korte termijn is er nooit resultaat. Dat is een druppel, mm-hmm. volgens sommigen op een gloeiende plaat. Mm-hmm. Volgens anderen een druppel die de steen uitholt, mm-hmm. daar gaan wij daarvan uit. Ja. En op termijn is er dan wel resultaat. Als je kijkt naar Amsterdam, naar Eindhoven, dan zijn de privéjets verboden. Oké. Dankzij acties van Extinction Rebellion. Oké. Erik, is dat ook te verwachten bij Maastricht-Aken Airport uiteindelijk? Ja, daar gaan we wel van uit natuurlijk. Als je kijkt naar Maastricht-Aken Airport en hoe het vliegveld functioneert, zeker over de afgelopen jaren, dan is het bijna een onhoudbare situatie, denken wij. Dus tot het vliegveld moet stoppen met privéjets, dat lijkt me meer een kwestie van tijd dan de vraag of het überhaupt gaat gebeuren. Ja. Veel in de media is geweest de actie van afgelopen zaterdag. Hebben jullie verder in de week nog acties gedaan? Nee. Nee, Extinction Rebellion bestaat uit een grote groep mensen die toch ook verantwoordelijke banen hebben gehad. Mensen die door de week moeten werken. En dan wordt het heel lastig om een hele grote groep mensen bij elkaar te krijgen door de week. Dus vandaar dat onze acties zich over het algemeen concentreren rondom de weekenden. En dan krijgen we een grote groep mensen bij elkaar. En zeker, het zijn wel kleinere acties die we door de week kunnen doen. Maar als een grote actie als bij MMA, waar je zegt, ja, toch wel eigenlijk honderden mensen nodig hebt. Om echt die indruk te kunnen maken. Ja, dan moet je in het weekend organiseren. Zijn jullie tevreden over de afgelopen actie van zaterdag? Wij zijn zeker tevreden. Als je ziet wat we teweeg hebben gebracht. Als je ziet wat er gebeurd is, zeg maar, in de aanloop naar onze acties. Hè, dus eigenlijk sinds onze aankondiging. En dan de hele aanloop, hoe er gereageerd is door. Onder andere het vliegveld zelf, als je ziet hoe gereageerd is door een politiek, door politie, marechaussee. Ze hebben alles uit de kast getrokken om hier te voorkomen dat we bij het vliegveld zouden komen. Een noodverordening? Een noodverordening, ja, daar is nog nooit voor gekomen in Nederland bij de acties van Extinction Rebellion. Wij vinden het ook een vrij heftige maatregel. Mm. Hè? Kijk, als je gaat kijken naar Extinction Rebellion en ook de andere acties die wij bij vliegvelden hebben gehouden. We zijn wel eens door de hekken gegaan. Ja, we zijn wel eens op het platform van privéjets geweest. Maar we zijn eigenlijk niets meer dan wat mensen die met een vlag zwaaien. En voor onze mening uitkomen. Maar jullie zijn toch wel meer dan dat? Jullie blokkeren toch ook de ingang van de TFAF? Tuurlijk, wij blokkeren ook wegen. Wij blokkeren de. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat doen we ook. Ja, ja, dus ja, maar het is niet altijd, een actiegroep dus. Ja, maar het is altijd geweldloos. Hè. Een van de strengste eisen die we onszelf opleggen is, het moet wel geweldloos zijn. Dus we willen geen geweld gebruiken richting politie of richting het publiek. Dus we proberen zo geweldloos mogelijk te zijn. Ja. Nou, over die agressie gesproken. Jullie krijgen bij jullie acties ook agressie. Agressieve reacties, hè, van omstanders. En daar hebben we even een filmpje over. Ja. Nou, er gaat geen kant op. Nee. Ze mogen best protesteren, helemaal prima. Maar ze moeten niet alle mensen continu blijven hinderen. Ja, leider kunnen we die niet loslaten. Bitte? Die zijn van Extinction Rebellion. Maar je meint, wat hebben we jetzt hier met te doen? Dat ze demonstreren tegen die privéjets van de TFAF. Dat heb ik ook begrepen, ja. Maar goed, de meeste mensen hebben denk ik geen privéjet. Dus het gaat om een paar mensen en heel veel andere mensen worden nu getroffen. Dat lijkt me niet reëel. Are we gonna fight for it? Yes! Are we gonna get it? Yes! Sorry? We zijn er voor de kleine... Eat the rest! Er is één iemand binnen. Oh, oh.
Laten we gewoon maar sit down with everyone. Just block the entrance. The oceans are rising, and so are we. The oceans are rising, and so are we. The oceans are rising, and so are we. The oceans are rising. Ja, Paul, als we dit zien, zijn de voorbijgangers niet echt heel erg blij met jullie. Nee, maar je had het net over agressie. De agressie die wordt verricht door de overheid, door het gezag, niet door ons. U bedoelt de politie, die ja. In dit geval... Nee, maar dat zijn agressieve reacties richting jullie. Maar dat is blijkbaar iets wat jullie dan oproepen door bijvoorbeeld op een weg te gaan staan. Ja, kennelijk, maar je moet dat groter zien volgens mij. Als je kijkt wat er op wereldschaal gebeurt... Dat is pas agressie. Vertel. Als je alleen maar kijkt naar het klimaat nu, of vooral naar het klimaat. De afgelopen 10 maanden zijn de warmste geweest, ooit gemeten. Hmm. We zitten al boven die 1,5 graad van Parijs. Als je kijkt wat voor gevolgen dat heeft. Wij zijn hier rijk. Wij kunnen nog wel adaptieve maatregelen nemen. Die de gevolgen een beetje zeg maar beperken. Hmm. Maar in de derde wereld, er zijn landen die worden overstroomd. Ja. Er komen ongelooflijke hoeveelheden vluchtelingen, klimaatvluchtelingen, op ons af. Omdat die gewoon weggedreven zijn, geen landbouw meer kunnen bedrijven. Dat ecosystemen in elkaar vallen, dat is geweld. Dus met andere woorden, u zegt, dit is nodig op deze manier. En dat een paar mensen met de auto er niet door kunnen. Mm. Oké, dat valt helemaal weg. Als je kijkt naar het grote geheel. Maar goed, dan toch even het argument aanhalen wat meneer in de auto zei. De meeste mensen hebben geen privéjet. En er worden heel veel mensen op zo'n zaterdag geblokkeerd die niet eens aan de teef afgaan. Ja, precies, maar het is wel bewustwording. Hè? Bewustwording wat we ook bij het publiek proberen te kweken. Als we gaan kijken naar hoe de overheid graag wil dat wij demonstreren. Dan moeten we ergens op een grasveldje gaan staan en een beetje fluisteren. En dan liefst dat niemand ons hoort en dan zijn zij een beetje tevreden. Maar wat wij doen is zeggen, ja maar wacht eens even overheid. Wij protesteren tegen jullie. Hè? En daar gaan jullie bepalen hoe wij moeten protesteren. En dat is een beetje de omgekeerde wereld. Hè? Dus als wij willen protesteren tegen jullie, dan bepalen we ook hoe we protesteren. Ik vind het heel vervelend tot er dan een paar mensen wat een beetje last hebben tot ze eventjes moeten omrijden of eventjes moeten wachten. Maar dat valt totaal in het niet bij wat er eigenlijk wereldwijd gebeurt op dit moment met de hele klimaatcrisis. Als ik even mag onderbreken, ja, als ik die mevrouw in het filmpje zie die met haar krukken over de motorkap ligt van die auto en zegt, u gaat geen kant op. Ja, is dat de manier? Nee, dat is absoluut niet de manier. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met een groep mensen binnen Extinction Rebellion waarbij we afspraken hebben waarbij we sommige dingen wel en niet doen. En heel af en toe kan die emotie wat oplopen en dan krijg je dit. En wat je dus ziet, hè, die mevrouw met die krukken, dat wordt dan overal uitgelicht. Hè. Dus die beeldvorming, die wordt wel meteen opgepikt. Maar het gebeurt wel. Maar het gebeurt wel. Ja. En daar praten wij over en daar evalueren wij over en wij vinden dat dat ook niet kan. Dat moeten we niet doen. He, dus daar zijn wij het wel over eens. Mm-hmm. Maar emoties lopen op. Dus kijk, wat er afgelopen zaterdag gebeurd is, is dat er dus op een gegeven moment op het allerlaatste moment een noodverordening gegeven wordt. Waardoor we onze plannen hebben moeten wijzigen. Dat is ook weer agressie van een overheid naar ons toe. Op de plannen waren, we gaan het vliegveld op. Alle plannen waren, die lagen er. Om een goede, veilige manier te doen. In overleg met notabene politie. Maar dan gaat er op een gegeven moment een noodverordening uit. Waardoor wij onze plannen moeten veranderen. Dus wij worden in een hoek gedrukt. En wij worden eigenlijk gedwongen naar een plaats te gaan. Dus naar Maastricht te gaan. Waar we eigenlijk helemaal niet naartoe hadden willen gaan. We hadden die teef af met rust willen laten. Mm-hmm. Maar we worden gedwongen daar naartoe te gaan. En dan heb je natuurlijk inderdaad een beetje ad hoc werk. Mm-hmm. En dan krijg je dit soort situaties. Dus ook hier... denk ik toch de overheid wat zorgvuldiger te werk gaan. Ja. En zeker op het moment als we dan gedwongen worden naar die plek, door daar dan politie staat te kijken die het zien gebeuren en dan niet ingrijpen. Ja? Hm. Dus. Tot slot, ik denk dat, dan moeten jullie maar tegenspreken als jullie er anders over denken, maar ik denk dat de meeste mensen hetgene waar jullie voor staan een heel nobel streven vinden, maar de manier waarop een beetje tegen de borst voelen stuiten. Hoe kijken jullie daarna? Ja. Er zijn geen andere mogelijkheden om aandacht te krijgen, om aandacht te vragen. Wat er gebeurt op wereldschaal, als je erover nadenkt. Het moet op deze manier. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat er staat te gebeuren. We heten niet voor niks Extinction Rebellion. Mm. Er zijn ecosystemen die worden met uitsterven bedreigd.
mensen, honderden miljoenen mensen die gedwongen worden om onze kant op te komen. De hele politiek, die denkt alleen maar aan morgen en heel misschien aan overmorgen. Maar verder dan een jaar of een paar jaar vooruit komen ze niet. Terwijl als je op je in laat werken, 95% van de klimaatwetenschappers, elke keer komen er nieuwe rapporten uit. Ze worden steeds onthutsender. En er gebeurt niks. Goed heren, ik ga jullie bedanken voor de toelichting en veel succes met verdere acties. Ja, dankjewel.